Hey, hallo allemaal. Welkom bij een Twin Flame Reading. Reading voor lichtwerkers. Althans, lichtwerkers die klaar worden gestoomd om die functie van lichtwerker te kunnen vervullen. Spirituele partners die klaargestoomd worden om ook herenigd te worden. Maar dan moet je uiteraard eerst die hereniging in jezelf hebben. De mensen die naar mijn video's kijken, die weten dat. Ik hou altijd bij hoe de ontwikkelingen zijn. Mijn video's volgen elkaar allemaal op. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het voor mij deze week ook de berichten die ik kreeg behoorlijk frustrerend waren. Kijk, ik heb ook nog steeds een ego. En het ego is altijd ongeduldig en het ego wil natuurlijk ook wel eens, wil resultaat. En ik ben me daar heel erg goed van bewust. En dat observeer ik dan ook. En mijn ego die raakte helemaal gefrustreerd. En waarom raakte mijn ego helemaal gefrustreerd? De enige berichten die ik kreeg, in wat voor set ik ook gebruikte, delay. Dus uitstel. Oh, en toen wist mijn hoge zelf al, oh, dit gaat weer een enorme oorlog opleveren met uitstel van mensen. Voornamelijk de mensen die in destructieve relaties daaraan vasthouden en daar niet uitstappen en waar we al jarenlang aan werken. Delay. Wat voor manier dan ook. Kijk, het ego verzint altijd wel een reden om uit te stellen. Dat moet je echt goed beseffen. Dan zijn er problemen op het werk. Ah, nou ja, weet je, nu is de tijd er niet. Problemen op het werk. Oké, uitstel. Ja, dan zijn er problemen met je kinderen. Is allemaal al voorbij gekomen. Ja, uitstel. Ja, nee, nou, nu moeten er allemaal de juridische zaken nog afgelost worden. En uitstel. Ja, maar nu is de tijd er niet, want ik ben moe. Uitstel. Uitstel. Nou, allemaal, het ego verzint alle redenen om uit te stellen. En dan zit je niet in je intuïtie en ook niet in je hart. Dat moet je goed beseffen, dan zit je in je gedachten. Dark thoughts. Gedachten die maar blijven uit. En die ervoor zorgen dat je uitstelt. Er kwam ook een kaart naar voren van, door invloed van anderen is er zoveel weerstand om de stappen voorwaarts te zetten. He, dus ook uitstel weer door invloed van externe omstandigheden, maar ook door anderen. En oh, ik had echt zo, oh my god. Dit gaat weer oorlog opleveren. Dit gaat weer 10 zwaarden in de rug opleveren. Dit gaat weer een dikke vette wake-up call geven. En ja hoor, dat kreeg ik vandaag door. Dus, 10 zwaarden in de rug. War of the Roses. Waarom? Omdat er toch nog weer één persoon was die alleen maar selfish, egoïstisch, voor eigen agenda. En de ander die zich daar toch weer door laat beïnvloeden. Dus, als je je hierin herkent, als je weer een flinke wake-up call hebt gehad, een enorme oorlog hebt gehad, luister dan deze video.
Ik word geleid deze video gratis te doen, omdat het toch behoorlijk heftig is. Ik ga er ook een uitgebreide reading van maken. Ik ga er 2 leggingen doen. Om alle facetten boven water te krijgen. Oké, eerste Akasha. Delay, delay, delay. Delay, delay, delay. Goed. Uitstel. Van uitstel komt afstel. En het gaat hier om iemand die heel wijs is. De scribe komt nota bene onderop te liggen. Dat is die magier, die wijze, die ook hard aan zichzelf heeft gewerkt. Die ook geleid wordt. Nee, dat zal ik je laten zien. Kijk, de scribe. Die zetten we zo. Nou, die zetten we gelijk neer. Hartstikke idee. Hier, de scribe. Dat is degene die higher mind. Die heeft een higher, een hoger zelf. Higher learning. En zoveel wijsheid inmiddels. Dat het je een verandering van je leven. Een even change the world opportunity. Het is iemand die zich zo heeft. Inzichten heeft verkregen. Qua niet alleen studie staat hier ook. Niet, maar ook door ervaringen. En, maar ook door spiritual practice, holy text, heilige tekst. Iemand die bezig is geweest met hoge bewustwording en die wijsheid dus ook heeft. En kansen heeft, potentieel heeft, om mee te doen de wereld te veranderen. Hier, change your life. Opportunity or even change the world opportunity. Iemand die you can rise up on the wings of discovery now. Je kunt je vleugels uitspreiden. Leidraad. Het is niet zomaar deze mensen worden natuurlijk niet de mensen die er niet aan toe zijn, ja, die worden daar echt niet naartoe geleid. Naar bepaalde stappen te nemen. Oké, die is al duidelijk. De situatie, wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden. Je bent nooit zonder angst. Je blijft altijd een restje angst waar je doorheen moet. Dat zijn de initiaties. Mensen wachten volgens mij ook om. Ja, maar mijn angst moet eerst over zijn. Of het moet allemaal eerst smooth gaan. En dan neem ik wel mijn vervolgstappen. Ja, maar dat is geen manier. Dan manifesteer je niks. Ja, er zijn ook toestanden op het werk geweest. Industry, intricacies, dingen op het werk. Maar dat hoort allemaal bij het proces, hè? Want alles wat maar met views of the ego te maken heeft, overal waar je te maken hebt met machtspelletjes, met dat er alleen maar één visie is en dat wordt nageleefd, of dat de views of the ego, hè, want dat kwam er heel erg sterk naar voren. Het zijn allemaal egoïstische doeleinden. En dat kan op je werk zijn, maar ook in een relatie. Een werkrelatie kan ook destructief zijn.
En dat zien we maar al te goed met wat de werknemers willen, vaak ook nog willen verplichten ook. Hè? Iets wat helemaal niet goed is voor je lijf. Nou, dan weet iedereen wat ik bedoel. Vanwege de censuur op de social media ben ik wat voorzichtig met die uitspraken te doen. Want ik wil toch wel dat dit kanaal blijft bestaan om de boodschappen te kunnen doorgeven. Maar dan weten we allemaal wat we bedoelen. En dat zijn enorme politieke machtsspelletjes en gezichtspunten van het ego. En waarbij de vrije wil enorm wordt geschonden. Nou, als iets een spirituele wet is, wat belangrijk is, is de wet van vrije wil. En dat je die absoluut niet mag schenden, want dat je dan heel veel negatief karma maakt. Maar degene die in zo'n destructieve werkrelatie zit, die is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Delay. En uitstel. Maar dan ben je toch bang. Of voor geld, of weet ik veel wat voor angsten er zijn. Maar uitstel is afstel en geeft weer oorlog. Dat moet je heel goed beseffen. Oké. Industries. Kijk. Zeg maar, een project of een werksituatie of een relatie gaat niet snel genoeg. Je bent ook aan de ene kant te urgent. Maar je bent ook te gehecht aan de uitkomst. Of je wil gewoon niet dealen met de bijzonderheden die daar dan aan verbonden zitten. Dat is belangrijk, hè? Want dat is het ego. Die wil dat alles gladjes verloopt. Maar die wil bepaalde dingen wel. Maar die is gehecht aan de uitkomst. Daar hebben we de vorige video over gehad. In de introductievideo. Of gehecht aan de uitkomst dus. Of dat je eigenlijk dat gedoe, te veel gedoe, zegt, dat wil het ego niet mee dealen. Maar, if you are not willing to be patient with the process and attend to the details, what you see could collapse without even coming to fruition. Dus, als jij geen aandacht geeft aan de details en aan de vervolgstappen, en als je wat je zoekt, dan kan het gewoon could collapse. Het kan gewoon baf. Weer instorten. Zonder dat het de oogst komt. Het is tijd dat jij nu joy to the little steps. To bring joy to the little steps. Het is tijd dat jij die speelsheid, het luchtige in jouw stappen brengt. En vertrouw op die kleine moeite die je steeds moet doen. Nou, dit is al heel erg duidelijk. Ja, zie je, recente verleden. Views of the ego. Nou, laten we dat dan zo zeggen. Kijk, wat dan weer een voordeel is, hè, als er weer heel veel uitstel is geweest en van uitstel afstel komt. En dan, hoe dan ook komt die torenervaring weer. Hoe dan ook komen die toestanden weer. Want je voelt je intuïtie niet. Je voelt je innerlijke leiding niet. Dus geheid moet dat weer een harde wake-up call geven. Nou, dat is deze recente verleden is de views of the ego op de kop. En dat wil zeggen, god, je bent nou eigenlijk wel zat om naar de pijpen van iemand te dansen die alleen maar voor zichzelf gaat. Kijk, dus ook hierin zit natuurlijk wel weer iets heel positiefs. Van, dat misschien is het nu eindelijk klaar. Ja, ik weet niet. Ja, je weet het wel. Ego's zijn heel erg goed om patronen te herhalen. Hè? Ik bedoel, het is zelfs de uitspraak van de ego. De ezel die stoot zich drie keer aan dezelfde steen. Nou, sorry hoor. Maar de mens met het ego, die is nog erger dan een ezel. En let wel, ik hoop dat je ook de humor ervan inziet.
Want ik ben natuurlijk ook zo'n grote ezel geweest, hè, in het verleden. Want ik heb natuurlijk ook wel 8, 9 keer patronen moeten herhalen. Meer dan 3 keer in ieder geval. Nou, oké. Okay. Dus we gaan nu weer met humor, speelsheid gaan we verder. Kijk, your tolerance, je tolerantie van een self-serving person, hè, iemand die zichzelf alleen maar dient, en het zelfdienende gedrag, is nu aan het eind gekomen. Want je hebt je toch wel echt nu gerealiseerd dat, ja, dat gedachtes van gebrek in je eigen definitie van jezelf, ja, die persoon hebt dat je die hebt aangetrokken. Who is unable to give. Deze persoon is kan gewoon niet geven. Die wil alleen maar grijpen en graaien. You are ready now to give to yourself. Nou, dat is een mooie ontwikkeling en dan ben ik altijd ook wel weer blij. En is mijn frustratie ook gelijk weer verdwenen, want het heeft weer, ja, het heeft toch iets opgeleverd, die wake-up call. You are now aware, je bent er nu van gewaar, dat er prioriteiten gesteld moeten worden en dat je actie moet nemen wat jou eert. Wat jou eert. En niet naar de agenda van een ander te leven. No longer are you willing to be neglected or minimized. Zo, en dat is nog eens power. Je wil niet langer genegeerd worden of naar beneden gehaald worden of geminimaliseerd worden. Klein gehouden worden. Je kan nog een beetje wankelen, maar wees sterk. En neem de stappen. En put this person behind you. Gedurende deze tijd, als jouw ego jou weer gevoelens van gebrek geeft, zeg dan thank you for the reminder to turn to your eternal truth. Dus als je ego je weer probeert te misleiden met gevoelens van gebrek, eenzaamheid, dat je zegt, oh ja, heb gelijk door dat ego. Speel een inhaalspelletje met je ego. En zeg, thank you voor de herinnering. Maar ik ga naar mijn oneindige waarheid in het moment. En zeg dan tegen jezelf, abundance is the condition of my life. Overvloed is de conditie van mijn leven. Dat verdien ik. En niet minder. Wauw. Ik hoor mijn telefoon gaan. Nou weet ik niet waar die. Oh ja. Sorry. Heel even afzetten. Maar die lag aan de lade. Ja, dus geweldig. Nou, dus. Hey, iedere wake-up call, iedere torenervaringen, ieder leider kan toch wel weer wat opleveren. Nou, dat zou mooi zijn. Recente verleden. Je bent er nu klaar mee. Geen niet-tolerant. Ja, zie. Je hebt je eigenlijk weer door het zand van de woestijn laten. Het is gewoon weer gebeurd. Uriel en de Sphinx op de kop. Die zegt, ja, je bent weer bedolven door het zand van de woestijn. Ja, wat vaker is gebeurd. Kijk. The sands of the desert have covered you once again. Not only have you put aside the deep inner work, je hebt gewoon dat diepe innerlijke werk weer aan de kant gelegd. En je zelfontdekkingen heb je gewoon weer aan de kant gelegd. Je wijsheid. En je hebt het weer toegestaan dat de kleine dingen van het leven, de aardse dingen, externe dingen, werken, andere mensen, die hebben jou weer lekker teruggetrokken. Je hebt het weer toegestaan dat je teruggetrokken werd. En het heeft je weer weggehouden van jouw spirituele kracht. Nou, lekker dan. Ja, want dat gebeurt in 3 keer weer. Met het ego. Nogmaals, inhaalspelletje met het ego spelen. Dat is het enige dat je hebt. Zeker in het begin. Want het neemt je zo weer over. Kijk. Met deze kaart op de kop, dan heb je een hele sterke, dan is het een have a strong tendency, een neiging, sterke neiging, om in oude emotionele, mentale gedragingen, patronen, behavioral patterns te slippen, weg te glippen weer. Nou, dat is nu weer gebeurd. Dus
wees voorzichtig, wees gewaar, wees gefocust, wees erbij. Want de sand is quick. Sand is heel snel. Het ego. Sand is snel. Je moet er nu weer opnieuw eraan committen en een grotere moeite voor doen. Maar je wordt geholpen. Kijk, gelukkig is daar iemand in je leven, both in spirit and in the physical world, who can help. Gelijkgestemde zielen, aardsengelen, en maar ook bepaalde gelijkgestemde zielen in die relaties die helpen. Ja, nou, dat kunnen deze video's zijn. Goed, we gaan verder. Ja, zie, een liefdeloze vrouwelijke energie. Dat is de situatie. En dat is wel vaker naar voren gekomen. Dat er een, en dat kan op het werk zijn. Het kan ook een man zijn met een liefdeloze vrouwelijke energie. Hè, die zo in de mannelijke energie is doorgeslagen. Dat de vrouwelijke energie is gewoon er niet. Dus dat wil zeggen, geen mededogen, geen compassie, geen intuïtie, geen koesterende zorg, geen zachtheid, geen empathie. Hè, dat wil eigenlijk de vrouwelijke energie op de kop zeggen. Dus het kan een vrouw zijn, maar het kan ook een man zijn die totaal gebrek heeft aan zijn vrouwelijke energie. Nou, dus ja, die zijn zelf op zol op. Die zijn egoïstisch. Die leven niet vanuit het ego. Die leven puur vanuit egoïsme. Hè? Ik ga hem er ook voor jullie bij pakken. De Queen of Roses. Het is gewoon een energie wat. Ja. Daar kun je eigenlijk niet mee zijn. Als je tenminste op dat level zit. Van wat in het begin wordt gezegd. Hè? Oké. Okay. Queen of Roses. Disharmony. Conflict met een vrouwelijke energie in je leven. Het kan een vriend zijn, familie zijn. Work associate or lover. Wie het ook is. Wees bewust en gewaar. Wees er zeker van dat jij gecenterd blijft, kalm blijft en in je kracht. Je kan in staat zijn om deze situatie beter te krijgen met communicatie. Hoe heet dat? De queen op de kop kan ook zijn dat het een vrouw is die je kent. Wife, mother, die de rol van moeder heeft gehad of je vrouw. Je resoneert niet langer met elkaar en het is tijd om weg te gaan. You may no longer resonate with each other and it's time to let go. Let yourself process your emotions and honor and grief that comes up. Dus ja, je verdriet verwerken, emoties doorvoelen, als je het loslaat. Kijk. As you let go of those who are not fully present or fully honoring. Kijk, deze is niet honoring naar en voor jou. Het is een zelfabsorbed, een egoïstische type. Het eert je niet. Het is niet een loving care, geen koesterende zorg. Ja, terwijl je dat wel verdient. Nou, nogmaals, het hoeft geen vrouw te zijn, maar wel iemand met gebrek aan liefdevolle vrouwelijke energie. En dat kan een spiegel voor je zijn dat je misschien zelf een moeder hebt gehad die niet koesterend is geweest. En dat je dat steeds nog weer, dat patroon, herhaalt. Kijk, en dat wil dan zeggen dat een gash is in your love, self-love. A history of not caring for yourself. Dus dat is de spiegel. Dat je een geschiedenis hebt, dat je niet goed genoeg voor jezelf hebt gezorgd en niet genoeg zelfliefde hebt gehad. Dat moet je nu gewoon je prioriteit maken. En dan zal het universum beantwoorden met veel grotere liefde en abundance in je leven. Nou, want die Akashic Library ligt er dwars op.
Dat wil zeggen, de Akashic Library is al je wijsheid die er is. Dus altijd symboliek, hè? Hele bibliotheek. Jij hebt de beschikking over een hele bibliotheek aan Akasha-waarheid. Dat is goddelijke waarheid. Dat is... het weten. Maar als hij op de kop ligt, dan wil dat zeggen dat je steeds weer verder de diepte ingaat in verwarring. En dat het weer is omvergeworpen, al je wijsheid. Maar ze zijn altijd in bereik, zegt hij. Het is entoppeld, omvergeworpen, maar het is altijd binnen je bereik. You may have stepped away from the psychic guidance from your inner level. Ja, nou, dat zei deze ook al. Je bent weer weggestapt van jouw innerlijke leiding. Ja, dat is de consequentie van als je weer je ego gaat volgen, je angsten. Quick sand is quick. Je wordt zo weer bedolven door het egelzand. Dus, in plaats van aan te modderen en je te laten vertroebelen en te laten bedwelmen, wat eigenlijk ook door anderen, hè, externe factoren. There has been a disruption in your life. Er is weer een heel veel gedoe, ruzie, ellende geweest in je leven. En het heeft je weer afgeleid van het is een distraction. Het heeft je weer afgeleid van jouw innerlijke waarheid, van jouw innerlijke guidance, van je intuïtie. Maar dat komt natuurlijk omdat jij, ja, dat kwam je misschien wel, maar, want ja, om je intuïtie te volgen was je nog een beetje bang voor. Dus dan ben je natuurlijk heel snel weer, paf, door het zand. Ja, zit je er weer vast in. Hé, hey, moet je er mouwen op stropen. Het gaat ook over mannen, maar ook over de mannelijke energie in de vrouw. Vrouwen moeten ook hun mouwen opstropen. Het staat niet voor niks een man, het is gewoon een mannelijke energie, je yang energie. Zowel in mannen als in vrouwen. Six of Scrolls. Kijk eens, die man zit, die staat hier met ook weer wat wijsheid. En die staat zo, die staat zijn mouwen op te stropen. Het wordt tijd dat je dat doet. Stroop je mouwen op. Aan je kracht. Hier. Deze kaart laat je zien dat er een hele iets belangrijks is. Het is echt van it's time of the essence. Het is essentieel. Er is een kans voor je die jij niet wil missen. There could be an opportunity that you don't want to miss. It can be a project sign, a situation, personal connection that requires action or even completion. Dit is ook grappig weer, hè? You might have had some delays. Weet je nog waar ik de video mee begon? Delay, 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 delay. En mijn ego er helemaal gestoord en gefrustreerd van werd. Delay, delay, delay. Nou, je staat het hier. Je moet je mouwen opstropen. You might have had some delays. Or you may have been highly active and industrious for some time. Ja, ja, maar niet met waar jij naartoe geleid bent. Either way, keep going. Jouw focus en moeite wordt nu gevraagd. In order to get to the endgame. Je komt nooit bij die endgame als jij... geen vervolgstappen zet. En waarom komt dat? Don't let worry steer you away from your goal. Je bent je veel zorg aan het maken. Je bent weer angstig. There's more yet to do. So don't give up. Duidelijk, hè? Yeah. Je moet er speels mee omgaan. Zoals kinderen dat doen. Dat is mijn laatste video, de introductievideo. Heb ik dat ook gezegd. Kinderen, speels, nieuw avontuur. Joy. Niet gehecht zijn aan een resultaat. In het hier en nu. Nieuwe stappen. Oh, nieuwe avonturen. Oh, wat zou het me opleveren? Wat leuk. Nou, in ieder geval levert het me weer nieuwe ervaringen op. Super. Dat. We gaan de wereld weer ontdekken. Super. Lekker uit de sleur. Lekker uit het oude.
Zonnig. Twee kinderen spelen in de tuin. Er is verandering voor jouw opkomst. Enjoy. En wees dat kind. Ja, want er is een fated meeting. Er is een andere fated meeting. Dit is echt een tweelingvlammenkaart, lieve kijker. En ik ben er altijd heel voorzichtig mee, want er zijn veel te veel mensen die nu al de focus leggen op herenigd worden met de tweelingvlam, terwijl er nog veel te veel, heel veel innerlijk werk moet gebeuren. Terwijl er nog het hogere Christusbewustzijn moet komen. Dit gaat echt over mensen die echt ook die hele Akashic Library, bij wijze van spreken, hebben verslonden. Goddelijke leringen hebben. Heb ik zelf ook gedaan. Ik heb 5 jaar padwerk gedaan. Padwerk heb ik nog veel langer gedaan. Ik geloof wel 10 jaar. En ik heb 5 jaar de Ask the Real Jesus website helemaal uitgemolken. En daar mijn hogere bewustzijn ook doorgekregen. En dat resoneerde heel erg met mijn innerlijke weten. En dat ligt hier ook. Het gaat echt niet om mensen die net op het pad zitten. Het spijt me om dat te moeten zeggen. Ik moet daar duidelijk over zijn, omdat je niet in een illusie komt met dit soort readingen. Kijk, maar er is een fated meeting voor deze persoon. En die is dus al jarenlang aan zichzelf aan het werken en hoger bewustzijn te krijgen. Het is geen kwestie van een paar jaar. Ook niet een kwestie van 5 jaar. Het is al eigenlijk continu bezig. Bij mij is het sowieso 20 jaar. Om te komen waar ik nu ben. Maar er is dus een fated meeting. En een klok slaat bijna 12 uur. Een man en een vrouw naderen elkaar. Het was predetermined, voorbestemd. By their higher selves. Dan moet je dan goed kijken. Dat is zo. Hè? Tweelingvlammen kunnen alleen maar elkaar aantrekken en bij elkaar komen vanuit twee hoger zelven. Niet vanuit het ego, dat kan nooit. Two higher selves, kijk. Who are shown above them. Kijk, dat is deze. Het hoger zelf is hier getoond. Er is een voorbestemde relatie. Karma van het verleden aangepakt. En je bent nu eigenlijk klaar voor een much higher experience. Je bent klaar voor een veel hogere ervaring. Maar het is heel erg belangrijk voor beiden om alert te blijven. Want je moet je individuele en je collectieve groei en prioriteit beide moeten hun individuele en collectieve groei prioriteit geven. Dus dat moet altijd prioriteit zijn. De prioriteit moet niet zijn van, oh, wat willen wij toch zo graag bij elkaar komen en om, ik heb je zo nodig. Nee, vanuit het hoge zelf zijn er twee mensen die de spirituele prioriteit op nummer 1 hebben. Dat staat hier ook. En ook compassie voor elkaar moet echt, dan moet je ook alert op blijven. Als je beide deze koers eert, dan kan dit de hoogste relatie zijn die jij kent. En die jij ooit hebt ervaren. Kijk, if you both honor your karmic course, this could be one of the highest relationships you can know. Dus, voor anderen die nog niet, waarbij het nog niet gaat over een relatie met betrekking tot twee hoge zelven, met man en vrouw, kan het ook zijn dat het een worksituatie of een creatief project of een belangrijk doel is waar je naartoe wordt geleid.
Dat was bij mij eerst. Ik ben natuurlijk 6 jaar geleden niet naar mijn faded meeting geleid, maar eerst naar mijn spirituele doel voor wat betreft mijn bedrijf en mijn coachingswerk. Ja, dat kan voor sommigen ook zijn. Goed, nou, adsem, ja, invloed van anderen. In je kracht staan. Laat je dus niet beïnvloeden door mensen die jou naar beneden halen en die jouw krachten weer ontnemen, waardoor je weer helemaal bedekt raakt met zand, woestijnzand. Maar laat je beïnvloeden, invloed van anderen, door mensen die jou... Je moet je omringen met mensen die zelf positief zijn en... jou supporten en jou niet afleiden van je pad. Adsum is a single word that has many, many meanings. First, it affirms your own strength. Het laat je eigen kracht zien. And focus in the present. Vooral focus ook in het hier en nu. Je kunt het gebruiken als een command word. Een woord wat jou kan helpen. Altijd als jij je afgeleid voelt van wat er eigenlijk aan de gang is, zeg dan adsem, I am here. And feel yourself attend to the situation or person before you. Dit woord kan jou ook helpen om aan te komen bij je doelen. This word also declares your arrival at your goals. And all your wishes coming true. Say adsem, I arrive. Door uitstel kom je nooit aan, hè? Daar kom je nooit aan. En ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat je toch laat door je ego-angsten ook laat beperken. De hoop is dat je naar de Queen of Scrolls, dit is die wijze vrouwelijke energie. Er is ook angst, er is ook een beetje angst voor deze liefdevolle wijze vrouw. Hij ligt op de hoop en hij ligt op de angst. Iemand is ook bang voor deze, maar dat is nergens voor nodig. Maar dat doet natuurlijk het ego. Want kijk, deze vrouw is natuurlijk wel duidelijk. En kan ook confronterend zijn in communicatie. Maar altijd om je meer in je kracht te brengen. En ja, soms kan ze misschien de waarheid zeggen wat een beetje eng is. The Queen of Scrolls. Kijk, het is een prachtige vrouw en ze houdt rondom haar kronkelt de energie van wijsheid, kennis en Akashic Truth. Kijk, dat is hier ook. Maar dat heb jij ook. Degene die, waar deze boodschap voor bedoeld is. Die jarenlang aan zichzelf heeft gewerkt. Dus het is een gelijkgestemd iemand. Als deze kaart rechtop verschijnt, kan zij hele belangrijke informatie bij jou brengen en ook je inspireren. Want deze vrouw is namelijk een vrouw van higher mind. Het hoge zelf. Maar whom you may already know or have yet to meet. Dus iemand die je waarschijnlijk al een beetje kent, of die op het punt staat dat je die gaat ontmoeten. Haar doel is om jou te helpen door de entryway, om je naar een nieuw level te helpen van wijsheid en understanding. Ze kan een leraar zijn voor jou op sommige vlak, op sommige gebieden. Of ze offert ook haar vriendschap aan. Of er kan een diepere liefde zich ontwikkelen met deze vrouw. Or offer a friendship that could develop into a deeper love. Nou, maar deze persoon heeft ook een hoop. Maar ook angst voor deze vrouw. Want ja, deze vrouw laat natuurlijk niet het kaas van de brood eten. Maar het is niet van deze. Dit is van een heel ander kaliber. De Queen of Roses op de kop of deze. Tuurlijk, deze vrouw laat zich niet tot slaaf maken. Tuurlijk niet. En dat zou jij ook niet moeten doen. Kijk, deze vrouw die laat zich ook niet meer in met views of the ego.
en met mensen die, uit zijn voor hun eigen agenda en egoïstisch en onbewust en nee, en die je tot slaaf willen maken. Echt niet, dat doet zij niet. Zij is eigenlijk een beetje een verlichte. Maar kijk eens, ligt er King of Roses op de kop en de Queen of Roses op de kop. De conclusie, de King of Roses op de kop. Ja, en dat is natuurlijk met deze, hè. Sparkles fly over, ja. Sparks, de vonken, slaan er vanaf. Maar dan niet qua passie, maar van ruzie. Disruption. Upheaval, omwenteling. Sparks may fly here. Er is inderdaad weer een vette, vette oorlog geweest. Enorme ruzie, ellende. Although this emotional upheaval may seem overwhelming, don't let yourself get swept away. Laat je er niet door wegvagen. Want elk einde heeft een nieuw begin. Heeft een potentie voor een nieuw begin. Er is een fated meeting voor deze persoon. Ja, er is toch... Er is steeds een unable to let go, een oude liefde. Deze destructieve relatie. Het wordt maar niet losgelaten. If so, it's time to finally let go of the attachment. Het is echt nu tijd om die gehechtheid los te laten. En je leven te openen voor een nieuw en better things to come. Ja, duidelijk. Het is zo duidelijk. Het is weer... het geeft bevestiging waar ik al zonder de kaarten mee ben begonnen. En de boodschappen die ik al doorkreeg van de geascendeerde meesters. En waar ik ook al bang voor was wat er weer zou gebeuren. Of bang, maar ik wist gewoon dat het weer zou gaan gebeuren. En dat het weer in oude patronen is gestapt met enorm veel consequenties. En deze persoon je moet niks, hè. Kijk, als jij gewoon hierin wil blijven, ja oké, dan krijg je er nog een paar klappen draaien om je oren erbij. En die draaien om de oren, die worden steeds harder. Steeds harder. Dus totdat je echt niet meer kan ademen door het zand. Totdat je door bedolven wordt. Kan ook. Maar goed, dat is een keus die je moet maken. Kijk, ik ben ook eens een soort van Queen of Scrolls. Ik zeg je gewoon de waarheid. Want op een gegeven moment, nu kun je er nog onder dat zand uitkrabbelen. En nieuwe keuzes gaan maken. Maar het kan ook zijn dat het een keer fataal wordt. En dat je stikt, om het maar even zo. Dat je er letterlijk in stikt. In de ellende. En Dus. Oké, dat was deze. Ik had beloofd dat ik nog een legging zou doen. Ga ik ook doen. Korte. Met de... Jean-Claude Tower. Die kan ik vaak ook wat kort houden. Nou, lieve meesters, wat willen jullie nog meer naar voren brengen? In aanvulling op. Ja, emotionele terugtrekking. Het wordt tijd dat je nu echt dit oude los gaat laten. Ik ga een boekje erbij pakken. Dat ik niet zomaar iets zit te zwetsen. Kijk. Even kijken. Emotionele terugtrekking. Bladzijde. Deze kaart vertegenwoordigt het weg of terugtrekken uit een huidige situatie in uw leven. Een oude liefde, een relatie of wat bekend was, achterlaten. En op zoek gaan naar een nieuwe horizon. Het is zo gemakkelijk om weer verstrikt te raken in de materiële wereld. Dat is hier ook weer gebeurd met het ego. Het is belangrijk om je terug te trekken uit de buitenwereld, te pauzeren. Te reflecteren en weer te genezen. Het getal 8 vertegenwoordigt ook oneindigheid, passie, controle en macht. Dit is uw moment.
Gebruik deze kans om contact te maken met uw hart en ziel, om de moed en kracht te vinden om door te gaan met uw reis naar dat prachtige onontdekte gebied. Ja, deze persoon moet door naar dat onontdekte gebied en je moet je niet laten terugtrekken in die ellende. Steeds weer. Steeds weer. Ja, nogmaals, ik kan je proberen te stimuleren en te inspireren en je een boost te geven. Maar ik bedoel, ja, als jij jouw ego steeds volgt, ja, dan kan niemand wat voor je doen. Ik niet, geascendeerde meesters niet, jouw hoge zelf niet, niemand. Niemand. Dan moet je inderdaad nog een paar draaien om de oren krijgen. Totdat je zelf gaat eren. Sam, heel even wachten, jochie. Je komt steeds eerder. Het is 11:15. We gaan van 12:00 pas wandelen. Hé, hey, vent. Ja. Nou. Daar gaan we weer. Hoppakee. Ego. Wat is het toch hardnekkig, hè? Die ego-angsten. Ongelooflijk. Hier, wijsheid. Er is een spirituele leraar in je leven, die heeft wijsheid. Deze zegt ook van, als de leerling er klaar voor is, verschijnt de leraar. Nou, die is in het recente verleden gekomen met wijsheid, maar dat correspondeert ook met jouw innerlijke wijsheid. Recente verleden. Ja, er zijn natuurlijk financiële en materiële veranderingen gaande. Het kan zijn, de afgelopen video kwam het ook uit met afhandeling van... Van financiële toestanden, juridische zaken, dat kan allemaal. En er kan ook veel ruzie door zijn ontstaan. Maar het gaat erom dat deze persoon, waar deze boodschap voor is, gevangen zit in angst. En die bestemming niet die vervolgstappen zet naar zijn bestemming. Dat is nooit een eindbestemming, maar wel een nieuwe bestemming om weer door te kunnen groeien. Kom zo op terug. Gevangen in een angst. Dat is dwarsligger. Ja, kijk, deze persoon heeft natuurlijk heel veel meegemaakt. Kan ook momenten hebben dat hij uitgeput is. Maar deze zegt, nee, het is nu niet het moment om op je lauweren te gaan rusten. Het is het moment dat je nog even goed doorzet. Kijk. Want dan kan het zandje weer dan kan je weer door het woestijnzand weer bedolven worden. Als jij afzwakt en verslapt. Die duistere krachten haken daar direct op aan. Als jij niet meer in je kracht staat. En slapheid vertoont. Want dat is het. Slapheid van het ego. Moeten we gewoon eerlijk in zijn. Het ego is gewoon een slapjanus. En mijn ego is ook een slapjanus. Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen. Maar ons hoger zelf is geen slapjanus. Dat is die spirituele kracht. Deze kaart verschijnt om u aan te moedigen. En u eraan te herinneren dat u de innerlijke kracht hebt. Om alles waar u aan hebt gewerkt ook af te maken. Deze laatste spirituele kaart vertegenwoordigt moed, discipline, stabiliteit en volharding. Misschien bent u moe van of uitgeput door de strijd. Maar het is nu niet het moment om op te geven. Borg in plaats daarvan alle innerlijke reserves aan voor een laatste offensief om het gewenste resultaat te bereiken. U hebt al heel veel meegemaakt om op dit punt te komen. En hoewel aan de strijd misschien wat littekens hebt overgehouden, bent u daardoor wel wijzer en sterker geworden. Wijsheid. De verlichting die u hebt bereikt zal een onschatbare bron zijn. Kijk, het is iemand die echt voor de verlichting staat om te herreizen uit die as. Misschien merkt u ook dat u op dit moment experimenteert met verschillende dingen in uw leven. Al deze ervaringen voeden uw geest en bieden uw kennis voor de toekomst. Nee, ik laat hem nog even liggen. Ja, hier, conflicten. Lieve kijker waarvoor deze boodschap bedoeld is. Conflicten, nederlaag. Weet je, ja, nou ja, het zegt genoeg, hè. Weer conflicten geweest. Weer,
En dat zal alleen maar je gevoel versterken van ja, ik heb weer gefaald. Maar ja, dat komt omdat je naar je ego luistert. Yeah. Je zit invloed van anderen. Laat je beïnvloeden door het universum. Laat je beïnvloeden door de wijze krachten, spirituele krachten. Die ook in jou zitten. Het universum spreekt nu niet tegen mensen die nog helemaal aan het begin staan van dat pad. Of halverwege het pad staan. Of drie derde van het pad. Nee, jij bent nu klaar om dit destructieve achter je te laten. En om een leven te gaan scheppen vanuit vreugde en vanuit wijsheid. En vanuit de goddelijke leiding. Dat. Laat je beïnvloeden door het universum. Laat je beïnvloeden door de goddelijke leiding. Niet door mensen die je weer in het oude willen trekken. U bent al ver gekomen op uw reis. Dat is ook inderdaad voor iemand die al heel ver is gekomen. En het is tijd om daarvoor beloond te worden. Deze kaart symboliseert voltooiing, triomf, vrede, bevrijding en vervulling. Alles waar u naar hebt gestreefd, ligt binnen handbereik. Deze kaart vertegenwoordigt de kennis die u onderweg hebt opgedaan. Kijk, jij hebt hier een taak te vervullen. Je kunt de wereld beheersen, je bent verbonden met alles in de kosmos. De universumkaart is een herinnering dat dezelfde energie die de sterren in de hemel creëert in ieder individu zit. In vroege tijden geloofden veel mensen dat iedere ster de ziel van een persoon was. Dat deze zielen zo helder straalden om anderen door de duisternis te leiden. Dat kan uw wijze ziel ook. En dat is de ware betekenis van tweelingvlammen die samenkomen. Om andere zielen door de duisternis te leiden. Ik ben dat al 5 jaar aan het doen. Ik werd niet naar een partner geleid. Dat hoopte ik destijds wel, maar dat was niet zo. Ik moest eerst mijn missie vervullen. Ik weet nog goed dat de geassigneerde meester tegen mij zeiden nee. Want ik wou eerst namelijk wachten op ja, maar dan kan ik een praktijk beginnen met die partner. Nee. Wij gaan samen vliegen, zeiden ze. Wij gaan eerst samen vliegen. Ik moest samen met de geascendeerde meesters vliegen. Nou, dat heb ik toen goed begrepen. En ik ben daar 6 jaar mee bezig. Deze persoon wordt naar een faded meeting geleid. Om, ja, en de rest zal zich verder ontvouwen. Herinneringen aan liefde. Het is iemand die je al wel kent. Maar, nou wil ik heel duidelijk daarover zijn. Het is niet iemand waar je al een verhouding mee hebt gehad. Het is niet iemand waar je mee hebt zitten rommelen, om het zo eventjes te zeggen, tijdens je destructieve relatie. No. Dit is volledig onbekend, terwijl je iemand wel kent. Dat. Ik zal het je laten zien. Herinneringen van iemand uit je, ja, het is ook wel, ja, echt van vroeger jaren. Kijk, het is een nostalgische kaart. En die zou ook kunnen wijzen dat er een oude vriend of kennis uit het verleden terugkomt in uw leven. Hij of zij zouden zelfs wat dierbare beelden uit het verleden kunnen oprakelen. Maar waar het om gaat is, stimuleren deze persoon deze gelukkige vergeten momenten of die onschuldige herinneringen uit uw kindertijd of uit uw jeugd. Om de energie van liefde weer op te roepen en te verwelkomen. Deze emotiekaart heeft in ieder geval betrekking op steun, toewijding, eenheid. En de behoefte aan balans op het gebied van emoties en liefde. En uw hart en ziel vragen verder om niet te blijven hangen in het verleden. Iemand kan weer terugkomen in je leven. Kennis, liefde, bekende. Maar no way, je hebt daar niets nog mee gehad. Helemaal niets. Dat is een hele... Voor iedereen, ja, liefde begint. Een nieuwe liefdeskans lonkt. Het is niet een oude liefde, het is een nieuwe liefde.
Kijk, dat staat hier ook. Maar vergeving moet plaatsvinden, hè, over de destructieve toestanden van het verleden. Alles wat je hebt meegemaakt. En dan longt er een nieuwe liefdeskans. Hier. Uw beker staat op het punt om over te lopen van plezier, geluk en positieve gevoelens. Dit is de eerste van de emotiekaart en geeft aan, daarom aan dat er een nieuwe liefdeskans longt. Dus niet een oude liefde die weer terugkomt. No, dat is echt wat ik er steeds weer bij moet zeggen. Om mensen niet weer in de illusie te krijgen met zo'n algemene reading als dit. Die kans is altijd heel erg groot aanwezig. Dit zou een perfect moment zijn om jezelf en uw hart open te stellen voor de hogere vibraties en liefhebbende energie van het universum. Als problemen uit het verleden zijn opgelost, als vergeving voor anderen en voor uzelf heeft plaatsgevonden, en als uw hart echt open staat en klaar is om te ontvangen, dan zullen er nieuwe wegen worden onthuld die u naar liefde leiden. Nieuwe wegen, hè? Geen oude wegen. Nieuwe wegen. En nou de advieskaarten bij je toekomst. Ja, maar je moet wel in je kracht gaan staan. Ik heb toch ook wel het idee dat het om een man gaat weer. Maar goed, in ieder geval ook om de mannelijke energie in een vrouw. En als het om een relatie... Ja, oh, dit moet ik doorgeven. Oké, als het om een fated meeting gaat. Ja, dat twee zielen elkaar moeten ontmoeten. Dan is het een man. En in andere gevallen is het veel meer een vrouw. Dus dat moet je hebben. Het is niet de bedoeling dat de vrouw naar die faded meeting gaat met de eerste stap. Dat gaat de man doen. Die moet in zijn kracht gaan staan. Die stappen nemen. Maar die is bang voor afwijzing of voor een nederlaag te lijden. Of weer conflicten te krijgen. Ja, dat zijn oude angsten. Maar als deze reading, als je dat als vrouw herkent. En je wordt naar een missie toegeleid. Naar een andere baan of een andere project, hè, spiritueel project, dan moet jij in je kracht gaan staan en leiderschap nemen, vrouw. Maar niet naar een man toe. Oké? Ik hoop dat dat ook weer extra duidelijk is om niet in de illusie terecht te komen. En dat ook niet vrouwen de rol gaan vervullen van om achter die man aan te hobbelen met van die mannelijke energie van nou, ik ga dat varkentje wel eens eventjes wassen, want het duurt me allemaal te lang. In de liefde moet de vrouw die ontvankelijke energie worden, zo happy met zichzelf en weet dat de ware geliefde uiteindelijk zoveel moeite voor haar gaat doen, dat door de angst heen gaat, door de angst voor conflict of nederlaag, en dat die liefde zo sterk is, dat het zo'n sterke pull is, dat hij het gewoon doet. Bah. Want de stevige basis is er. En dan kun je ook al je wensen vervullen. Vervuld krijgen. Maar dan moet er wel gecommuniceerd worden. Als er niet gecommuniceerd wordt, kan er ook nooit een overwinning en succes komen. Want je moet je kruinchakra volgen. Dat is je goddelijke energie. En die leidt je naar een nieuw begin. Dan kan je de boel vertragen of je kunt het versnellen. Wil je het versnellen, dan moet je het licht volgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit was het. Dank voor het kijken. Ik ben er weer helemaal vrolijk door geworden. Ik weet als geen ander hoe je ego je weer helemaal... dat je weer door het zand bedolven kan worden. Ik heb het zelf immers, ik weet niet hoe vaak, ervaren. Maar ik weet ook dat er echt een ander pad is. En als je die eenmaal gaat volgen, ja, dan kom je nabij bestemming. En dan ga je echt die innerlijke vrede krijgen. En dan krijg je, dan houden die conflicten op in je leven te bestaan. En al die oorlog. Och. Oké, aan jou de keuze. Zal ik nog een laatste doen? Priestess of Light. Om af te sluiten. Het zal het wel een lange video geweest zijn. Maar oké, prima. Het is prima. Ja, becoming something new. En fearlessness.
zonder angst je obstakels wegwerken en dan gaan met je paard zonder angst op weg. And the wings of light becoming something new. Dit is iemand die zo getransformeerd is, die eigenlijk als die zijn intuïtie, ja, dan ben je eigenlijk niet meer zoals je was. Je bent eigenlijk een nieuw. Als je niet meer vanuit je schaduw functioneert, maar vanuit het licht, ja, dan ben je eigenlijk vernieuwd. En dat wordt hiermee bedoeld. Ja, nou, vleugels van licht laat je optillen door de vleugels van licht. Dat was het, lieve kijker. En ik wens jullie een hele fijne dag. Dank voor het... Ik snuik bijna over het snoer. Heel veel liefst, bye bye.